God is. Die was, die is en die komt. God was er. Ja? God was er in ons verleden. En God zag de dingen die je hebt meegemaakt. God zag de mensen die je misschien pijn hebben gedaan. God zag de dingen die je hebt meegemaakt die je moeilijk vond. En God was erbij. En God zal er ook zijn in de toekomst. God weet de dingen waar je nog doorheen zult gaan. Maar hij belooft je, ik zal er zijn. Immanuel, God met ons, ik ga met je mee. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Maar de sleutel om dingen in je verleden die je moeilijk vindt, om die los te laten. Om mensen te vergeven. Om waarom vragen los te laten. De sleutel om je zorg in de toekomst aan God te geven. Om het gepieker in je hoofd te stoppen. Die sleutel ligt precies tussen die twee in. Die is. God is. God is hier. God is nu. God woont in jou met zijn Heilige Geest. Je hoeft maar even je ogen dicht te doen en je bent in zijn aanwezigheid. Dus je zegt, Heer, hier ben ik. En zijn aanwezigheid is daar op dat moment. En als je in zijn aanwezigheid komt, dan ga je overspoeld worden door volmaakte liefde die alle vrees uitdrijft. Als je in zijn aanwezigheid komt, dan zal de liefde van God jouw hart zo zacht maken dat je kunt vergeven degene die je gekwetst hebben en dat je die persoon kan loslaten, dat je kunt loskomen van de dingen in je verleden. Als je in de aanwezigheid van Jezus bent, dan breken kettingen van angst door de volmaakte liefde. Als je in de aanwezigheid nu bent, dan kun je geloof in je hart ontvangen door te luisteren naar de woorden van Jezus. Geloof en hoop en kracht dat kettingen breken van angst en van zorgen. En dat je vrijkomt van het gezorgen en het gepieker over wat misschien gaat gebeuren. Of misschien helemaal niet gaat gebeuren. Want je bent in een ontmoeting met de God die is. Zijn aanwezigheid. Niet zijn aanwassigheid. Niet zijn aandiekomtigheid. Nee, maar zijn aanwezigheid. Dat verandert alles. Dat verandert niet je verleden. Het verandert niet je toekomst. Het verandert je hart.